Dit is een Adélie pinguïn, een zeldzame soort. En deze is verdwaald. De pinguïn loopt op een strand in Nieuw-Zeeland, maar komt hier niet vandaan. Het dier leeft eigenlijk een stuk verderop, in de Rosszee. En heeft dus een reis van meer dan 3000 kilometer afgelegd. Hier werd de pinguïn gevonden en kreeg hij ook al een bijnaam. Pingu. Het is pas de derde keer dat een pinguïn van deze soort in Nieuw-Zeeland gezien is. Pinguïnverzorgers brachten Pingu naar een ander strand. Zo kan hij hopelijk de weg weer terugvinden.